Ziezo Buitenzorg en die wordt gereden door Dion Tesselaar. Nummer 2, Jaguar Face met Ruud Pols. Nummer 3 is Willy Prince met Frank Hebas. De 4, Zizou AM, Stefan Schoonhoven. Nummer 5, Vintage. Hij heeft als trainer al een overwinning geturfd, Karel Lodereis. En nummer 6 is Jan Jan Butcher en die wordt gereden door Hans Bot. De 4 Zizou AM en Stefan Schoonhoven. Nummer 5 Vintage en Karel Roderijs. En de 6 is Jan Jan Butcher en Hans Bot. Start en Vintage maakt achter de auto een galopade en volgt ver achter het veld. En aan de start neemt Zizou AM aan de buitenzijde de leiding op. Zizou AM heeft een 3/4 voorsprong op Willy Prince als de deelnemers eerst de bocht in gaan. Twee lengte daarachter ligt op de derde plaats Zizou Buitenzorg en in de vierde positie Jaguar Face. Wordt op een lengte gevolgd door Jam Jam Butcher en op jacht naar aansluiting is Vintage. Deelnemers aan de overzijde van de baan en daar is de situatie ongewijzigd. En dat wil zeggen dat Frank Krebas de leiding heeft met Willy Prince. Willy Prince heeft een lengte voorsprong op de tweede plaats. Daarachter is het nog altijd Zizou AM met anderhalve lengte verder weg. Zizou Buitenzorg. Die wordt gevolgd dan door Jaguar Face en daarachter Jam Jam Butcher. De aansluiting is er al bijna weer voor Vintage. En de deelnemers gaan nu de termietzaakbocht in met de ongewijzigde situatie. Met nog altijd op kop in de rood-witte kleuren Frank Krebas en hij rijdt hier Willy Prince. Tweede plaats is voor Zizou AM, Stefan Schoonhoven in de overwegend witte kleuren. En dan in het grijs Dion Tesselaar met Zizou Buitenzorg. Dat zijn de eerste drie op ongeveer een dikke lengte van elkaar verwijderd en aangesloten vormt dan Ruud Pols. De vierde combinatie met zijn paard Jaguar Face. Paard in de rechte lijn voor de tribune. Aan de staart van het veld ligt Vintage weer volledig aangesloten. En voorlaatst is Jam Jam Butcher. Paarden zijn halverwege de rechte lijn voor de tribune en gaat zo dadelijk de laatste ronde in. Frank Rebas kijkt eens achterom hoe de situatie is. Die is vrij duidelijk. Alles zit achter hem. Alleen die Vintage aan de staart van het veld heeft weer aansluiting verloren. En kan er nu een kruis over maken als er de laatste ronde in gegaan zijn en in de stalbocht zijn. Met aankomt nog altijd Willy Prince. Willy Prince, Zizou AM op de tweede plaats en in de derde positie Zizou Buitenzorg. De vierde plaats is nog altijd voor Jaguar Face. En vijfde is Jam Jam Butcher. En wederom op jacht naar aansluiting, maar nu heel veel te doen is Vintage. En de paarden zijn aan de overzijde van de baan. En daar dicteert Willy Prince nog altijd het commando. Het tempo. Willy Prince een volle lengte voorsprong. Zizou AM volgt nog altijd op de tweede plaats. Eigenlijk van start af aan niet gewijzigd in de front rank. Op de derde plaats daarachter Zizou Buitenzorg met in vierde positie Jaguar Face en Jam Jam Butcher is op dit ogenblik Tail en Charlie als de paarden de laatste bocht ingaan met nog altijd diezelfde leider Willy Prince en Frank Krebas van kop af in lengtevoorsprong op de tweede plaats Zizou AM en in derde positie Zizou Buitenzorg nog altijd veranderd en iets in de volgorde maar nu Stefan Schoonhoven neemt wel zijn Zizou AM naar het tweede spoor klaar om aan te vallen op Willy Prince als ze de laatste rechte lijn inkomen 200 meter nog te gaan Willy Prince heeft nog altijd een lengtevoorsprong Zizou AM valt aan Zizou Buitenzorg in het derde spoor en in het vierde spoor komt dan Ruud Pols naar voren met Jaguar Face. De leiding is overgenomen door Zizou AM. Zizou AM die gaat de leiding overnemen en gaat weer aan de buitenzijde. Komt dan Jaguar Face. Daartussendoor Zizou Buitenzorg met Willy Prince dichterbij dan Jam Jam Butcher. En de laatste finisher is Vintage. Ik kom er toch tussendoor, dus ik moet
Hij gaat op tijd gaan zijn auto pakken. Ja, ja, ja. Dat is een beetje ook wel. En mijn hout van hem gaat het doen. Nou ja, mooi. Als hij zo goed staat, dat kan niet zo best zijn. Ja, dat kan niet zo best. Ja, ik heb ook wel eens op de laatste plaats gekomen. Ook ja, dank. Moet gewoon tempo in zitten. Daar gaan we. Als je goed in de hand kan je dames en heren, een gedeeltelijke uitslag van de tweede koers. Gewonnen door de 4, Zizou AM, kilometertijd 1, 16-2. Tweede geplaatst, nummer 2.